Hallo met Peter. Ha, Peter. Met Karel. Hé, hey, Karel, jij is vroeg aan de telefoon? Ja. Hé, hey, die proefpartij schroeven is net binnen. Dat is waar, ook bij tevreden. Ja. Wederom een topkwaliteit. De goede afmetingen, alles prima. De echte partij die kan snel geleverd worden. Er is alleen één ding. Nou, wat fijn om te horen, maar wat is er dan mis? Nou, we hadden er 10.000 besteld, maar in de overeenkomst staat 100.000 en zoveel hebben we er niet nodig. Maar ja, dat staat nu wel in de overeenkomst die we allebei getekend hebben. Dat meen je niet. Dat is wel een probleem, ja. Want ons deel van de overeenkomst hebben we al voltooid. De schroeven zijn nog niet gemaakt en wij dachten ook dat het er maar 10.000 waren. Ja, dat begrijp ik. Maar wat moeten we dan met deze overeenkomst? Ja, ik ben geen deskundige, maar de hele overeenkomst vernietigen, dat lijkt me ook geen optie. Want dan willen we allebei weer wat anders. Ja, dat klopt. Maar het staat er wel verkeerd in. Ik weet niet wat we hiermee moeten dan. Nee, ik ook niet.